Welkom luisteraars bij deze eerste uitzending van Los Sport Café in het jaar 2020. In de afgelopen weken, het begin van dit jaar, zijn de drie lokale voetbalclubs naar het zuiden uitgeweken, naar Zuid-Europa, twee in Spanje en één in Portugal, om daar hun trainingskamp te beleggen en bij te tanken voor de eerste helft van dit seizoen. Wel een resultaat dat IJsselmeervogels bij terugkomst de trainer op staat zette, Ted Verdonkschot. Dus dat gaf nog wat extra leven aan de brouwerij. De ploegen moesten, mensen IJsselmeervogels en Spakenburg moesten weer competitie gaan spelen afgelopen zaterdag. Eemdijk nog niet, die oefende uit bij DHSC. Wonnen daar met 2-1 door doelpunten van Jordi Huigen en Tim van Halteren. En DHSC, dat is toevallig de club die volgend seizoen getraind wordt door Gert Kruis. De trainer die dus nu aangesteld is voor de rest van het seizoen bij IJsselmeervogels. We hadden hem graag in de uitzending gehad, maar hij vond het nog te vroeg. Dat is te begrijpen en hopelijk over een paar weken is hij hier onze gast. We hebben wel twee gasten vandaag. Oorspronkelijk zou hier zitten Argent Cellini, maar die heeft de griep, zegt hij. Dus beterschap en gelukkig hebben we een vervanger kunnen vinden dankzij Ruud Koelewijn. Remco Lopik, welkom. Goedenavond. En de andere gast komt uit het rode kamp, dat is Jeffrey Buitenhuis, welkom. Dank je. We zullen daar zo verder over gaan praten. We gaan eerst even kijken naar beelden van afgelopen zaterdag. De topper in de tweede divisie. IJsselmeervogels tegen HHC Hardenberg. Montero. Hij wordt onder druk gezet en geeft dan de bal mee aan Van der Leijn. Nog een lange weg af te leggen. Hij heeft de Etten en Mannes bij zich. Nu komt er een kans aan, maar die wordt in eerste instantie goed tegengehouden door Van Leijenhorst. En Lazuti. Het gebeurt allemaal weer op een redelijk traag tempo. Van de Meirakken, waanzinnig zeg! Uit het niets, maar wel een schitterend cadeautje om 2020 mee te beginnen. Een hoop over hem gezegd, zelf ook een hoop uitgesproken. Nu spreekt hij met zijn voeten, Danny van der Meirakken. Hij heeft dit soort fratsen en briljante momenten in zich. Maar om het dan nu zo te laten zien, dat is een uitstekend moment voor hem en voor IJsselmeervogels. Zoek hem maar weer naar van der Meirakken. Ja, natuurlijk, en daar is hij weer. En Elazuti krijgt hem er niet in. Had het verhaal bijna al compleet gemaakt natuurlijk van vandaag. Goede reflex van Danes die ook de kans krijgt om hier te keren. Van der Meirakker. Buitenhuis. Van Riel. Daar is de Harder en daar wordt die bal niet binnengelopen. En Lazuti goed weggestuurd door de Harder. Fatima in de achtervolging. Hij komt op tijd. Maar kan hij ook genoeg afstoppen? Dat niet. De paal wel. En daar ontsnapt HHC en een grotere achterstand. Prachtige bal zeg van Kobussen. Junta, dit is Hens. Absoluut. En een strafschop voor HHC. Is resoluut. De Brito Rocker stond er ook uitstekend voor. En ook mijn eerste reactie was dat Van Leijenhorst die bal op de arm kreeg en dat hij niet in de natuurlijke houding was. Het begint allemaal met die bal van Kobussen. En hier valt weinig over te discussiëren. Schaap heeft een idee waar die bal gaat komen. Daar komt hij ook, maar hij zit zo goed in het hoekje dat het evengoed 1-1 is. Zo! Rob van der Leij maakt van niets iets. En zo leidt HHC ineens. En kijk eens die vreugde. En dat is niet gek. Want zo draait HHC in achterstand ineens om. De actie is van Nick de Bond. En Van der Leij, die knopt hem fantastisch binnen. Echt een waanzinnig mooie kopbal. Daar kun je eigenlijk alleen maar je pet voor afnemen.
bij deze Rob van der Leij van Leijenhorst. Ook hij schuift in en kan het een keer proberen. Mooie bal naar Akla. Die timed eigenlijk compleet verkeerd. Kan nog altijd. Gaat ook bijna goed. Van der Leij gehaald door Bouws. Van der Laar pompt hem maar naar voren. Afvallende bal. Die is daar wel. En de lat voorkomt de gelijkmaker. Voor de tweede keer dat lat en paal een doelpunt van IJsselmeervogels in de weg staat. Mag nog één keertje van de Brito Rocke. En dus peert Schapen maar naar voren. Maar valt hij nog een keer goed? Het lijkt er niet op. Gratis winkelen. Zo noemde Gert-Jan Karsten de wedstrijd van HC op bezoek bij IJsselmeervogels. En het winkelwagentje gaat vol met 3 punten mee terug naar Hardenberg. Ik liep zaterdag het veld af en toen hoorde ik een supporter van HC zeggen: we hadden vandaag het geluk van de kampioen. Een bal op de lat, een bal op de paal, een bal van de lijn gehaald, kansen gemist. Is het echt een kampioensploeg, Jeffrey? Nou, ik vond ze tegen ons niet heel sterk spelen. Wij daarentegen ook niet al te best. Maar zoals je op de samenvatting zag, hebben we wel een hoop kansen gehad. En ik denk normaal dat we deze wedstrijd in ieder geval niet verliezen. Maar ik denk als je qua kansen kijkt, is het 3-4-0. Want zij hebben helemaal niks gehad. Nee, dat is wat ik zeg. In principe hebben ze heel weinig gecreëerd. Maar ja, toch kan je dan zeggen, het is een kampioensploeg. Ze staan bovenaan, dus voorlopig zij zijn de favoriet. Te kloppen ploeg. Ja. Maar in mijn ogen ook niet echt de kampioen. Nee, maar ik denk dat dit jaar iedereen wel aan elkaar. Er is niet echt één ploeg die er echt bovenuit steekt. Dus ja, het zal nog wel een spannende laatste paar maanden worden. Nou, laten we dat hopen. Want als de kampioen al in april bekend is, is er ook geen lol aan. Nee. Dus, dat gaat dit jaar niet gebeuren, denk ik. Voor deze wedstrijd was er een vervangende trainer, Ricky Testalamuta. Die was de trainer op de bank tegen HAC. Hij geeft hierbij zijn commentaar. En nu weer onder Gert Kruijs als assistent. Ja, dat is mooi. Wat verwacht je van die samenwerking? Nou, Gert en ik die kennen elkaar jaren. Die hebben met elkaar gevoetbald. Hij is mijn trainer geweest. We hebben bij IJsselmeervogels samengewerkt. Dus we kennen elkaar van haven tot gort. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in en ik denk dat we heel veel plezier hebben. Komt hij eigenlijk uit jouw koker, dat jij gezegd hebt van laten we Gert eens bellen? Nee, die komt echt uit de koker van de technische commissie. Maar jij zegt geen nee? Nee, dat was natuurlijk, als ze daar met dat voorstel komen, dan zeg je direct ja natuurlijk. Bedankt voor deze ene dag. Graag gedaan. Nu is de nieuwe trainer Gert Kruijs. Jeffrey heeft hem 1 of 2 avonden meegemaakt. Is er een groot verschil? Ja, nou goed, Gert is vol enthousiasme deze job aangegaan en dat probeert hij over te brengen op de groep. En ik denk dat hem goed lukt. En we hebben zin in zaterdag, dus dan kunnen we het laten zien ook wat het teweeg brengt. Want de verhalen gaan, hè? Dus dat de spelersgroep een hele grote invloed had op het vertrek van Ted Verdonkschot. Ja, die verhalen gaan inderdaad. Nou goed, ik weet niet of ik hier in de gelegenheid ben om daar wat over te zeggen. Ik denk dat niet aan mij is hier. Oké, nee. Dus laat ik dat verstandig doen. En dan, Wees verstandig, inderdaad. Wie weet kom je in de toekomst nog een keer tegen. Hè? Dus dat, maar goed, Gert Kruijs was toch nog even aan het woord bij Fox Sport. En die beelden hebben we ook nog hier voor u. Gefeliciteerd allereerst met je aanstelling. Je hebt vanmiddag 90 minuten gekeken naar je nieuwe club. Kan je er wat mee? Ja, er zit heel veel potentie in en het is vandaag een ongelukkige nederlaag geworden voor IJsselmeervogels. Maar natuurlijk, voor elke trainer is het hartstikke leuk om met zo'n groep te gaan werken. Wanneer ben jij benaderd en hoe is zo'n proces gegaan? Ik werd donderdagavond laat gebeld. Dan werd ik gepolst of ik eventueel interesse had. Nou, dat had ik wel. En toen is het snel gegaan. Dat had ik wel. Waarom wilde je dit wel graag doen? Nou ja, weet je, Sjors, dit is wel een club in het amateurvoetbal, wat een van de beste clubs is van Nederland. Alle faciliteiten. Ik heb hier ooit gewerkt en daar heb ik het enorm naar mijn zin gehad. Ik ken ook nog een hoop mensen. En dan ga je erover nadenken en dan neem je dat besluit. Dat was in 2013 dat je hier werkte. Toen ben je in de winterstop naar Sparta gegaan. Natuurlijk een prachtige promotie. Heb je het gevoel dat je nog wel wat wil afmaken hier dan, zeg maar? In alle eerlijkheid wel. Elke keer als ik hier terugkwam, refereerde men nog aan die tijd. Het was een hele leuke tijd met goed voetbal. Met heel veel goede overwinningen.
En daarom zou het wel leuk zijn om dat ditmaal wel heel goed af te maken. Goed, we zullen gaan zien hoe het Gert Kruis vergaat in de komende weken. Als IJsselmeervogels zaterdag wint, dan is dat natuurlijk een goede opsteker. Daarnaast volgende week in de beker tegen Go Ahead. Daar valt wat te verdienen, want bij winst zit misschien er een wedstrijd tegen FC Utrecht aan te komen. Die is voor Gert Kruis natuurlijk heel speciaal. En man die afgelopen zaterdag het doelpunt van de maand of van de week maakte bij Fox Sports. Misschien wel van de maand, misschien wel van het jaar. Danny van der Meijrakker was ook nog even aan het woord bij Fox Sport. Het was ook uit het niets. Terwijl die hele wedstrijd zat helemaal op slot, er gebeurde niets. Hoe komt zoiets in je op? Die bal gaat omhoog en denk je dan gelijk, ja? Nou ja, je ziet die bal omhoog met veel curve gaan. Ik denk, ik kan hem aannemen hier in een druk ding. Ik denk, ja, doe eens gek, probeer een keer wat. En ja, je raakt hem en je hoort iedereen juichen terwijl jij nog in je val zit. En dan weet je dat je een wereldgoal hebt gemaakt. Wat had je liever gehad? Dat die omhaal er niet in ging en die kopbal daarna wel? Die moet erin, voor jou. Ja, precies. Nee, daar ben ik het mee eens. Eigenlijk in de rust ook. Ik zeg, zo'n moeilijke bal, die krijg je in een of andere manier, schiet je hem erin. En ja, die kopbal, die mis je. En Achie schiet die rebound er vaak wel in, maar die missen hem nu ook. En ja, dat zit dan even niet mee, helaas. Kijk, we praten onderling natuurlijk heel veel. En uiteindelijk hoorden we dat er meerdere mensen niet tevreden waren. En zijn we met z'n allen bij elkaar gekomen en op het trainingskamp. De bestuur heeft heel veel gepraat met elkaar. En daarna hebben we als groep een gesprek gehad met het bestuur en de TC. En daaruit hebben ze opgemaakt dat het beter was om te scheiden. Je zegt niet tevreden. Waar waren jullie dan niet tevreden over? Nou ja, ik denk dat het wel duidelijk is dat het voetbal gewoon niet goed genoeg was. En dat er in anderhalf jaar ook gewoon niet heel veel verbetering in zat. En dat we een beetje op het toeval voetbalden. En dat ligt niet alleen aan de trainer, dat ligt ook zeker aan ons als spelersgroep. Maar ik denk dat veel spelers wel een frisse wind wilden. En, is Gert Kruis zo'n persoon? Ik heb geen idee. Nee, ik hoorde net na de wedstrijd hoorden we dat Gert Kruis werd. Het ging natuurlijk al even rond. Hij heeft 90 minuten gekeken. Hij ziet jou een omhaal maken. Hij zei, aardig spitsie, die staat er wel in. Ja. Top trainer dus. Ja, dan mag ik hem wel. Als hij jou opstelt, is het een goede trainer. Ja, precies. Dankjewel. Genoeg beelden van IJsselmeervogels. Spakenburg moest uit naar de Koninklijke HFC. Ook een ploeg die bovenin meedraait. En een wedstrijd die toch wel van het belang is om punten te pakken om Spakenburg in het bovenste deel mee te laten draaien en misschien IJsselmeervogels te helpen om wat hoger te komen. Beelden van Koninklijke HFC tegen Spakenburg. Bij HFC in de spits Floris van der Linden, die volgend seizoen bij Spakenburg speelt. Is dit een overtreding? Nee. En dan via Barry Beyer en een klutsbal uiteindelijk terug in de handen van de doelman van Spakenburg. En dat is Leon Terwiele. Will met een goed paasje. En de kans voor Vince Dino Dekker, die naar de 16 kan. En dan de glijbeweging die dom is van Wilfert. En dat betekent de strafschop. Wilfert kan het nauwelijks geloven. Maar die glijdt daarbij de spits van Spakenburg onderuit. En dan is het de scheidsrechter die niets anders kan beslissen, het Karbel, dan het geven van de strafschop. Hij lijkt de bal niet te raken. Trekt zijn benen ook in. Maar Tavares Pires mag van 11 meter uithalen en scoren. Spakenburg dat Sterling op de bank hield. Oud speler ook van HFC. En Eindhoven staat ook niet in de basis. Hier het appel voor een strafschop. Maar dat wordt niet gegeven en ook niet gehonoreerd door Edgar Bijl. Tweede helft dan. Begin van de tweede helft. Met de voorzet. De kopstoot van Dekker. Het uitverdedigen dat moeizaam gaat. HFC dan. En het schot onderweg nog aangeraakt. En dan gaat die bal maar net over het doel. De inzet was van Huffel. En Spakenburg weet nog altijd de voorsprong vast te houden. Maar het is moeizaam. En daar is de gelijkmaker al. Zesde minuut na rust. Notabene tegen zijn nieuwe club. Floris van der Linden. Handig doorgehakt die bal en Van der Linden helemaal vrij bij de eerste paal. Verdediging van Spakenburg let niet op en dan is het gelijk.
bij de Koninklijke HFC tegen Spakenburg. De blauwe die nog nooit wisten te winnen van de Koninklijke HFC. Goeie actie daar, goede loopactie en weg. Jordi Bitter. Wilfert in de achtervolging, Bitter. Maar op de benen van Boks. En geen treffer dus voor de topscoorder van Spakenburg. Koninklijke HFC wil zich mengen in de strijd om de titel in de tweede divisie. En dan heeft het een overwinning nodig tegen Spakenburg. Handig hoe Will daar omspeeld wordt door Van Huffel. De kopbal is uitstekend. Maar die bal gaat over het doel. De kopbal was van Lewis. Spakenburg dan weer. Ploeg van Erik Meijers die in de voorbereiding in Estepona verbleef op het tweede helft van het seizoen. Jordi Bitter, zijn uithaal gaat over. Dan weer Wijstra. Wijstra is zijn man kwijt. Komt nu met de voorzet. Houdt er dan uiteindelijk een hoekschop aan over. Gadari zat ertussen. De middenvelder van Spakenburg. Daar is de hoekschop en in tweede instantie gaat hij er ook niet in. Hoeveel kansen heeft HFC nodig? Want ook deze bal gaat er niet in. Wessel Boer was het. Nadat eerder Van der Linde de kopbal had geplaatst. Dan nu. En een goede redding van Terwiele. En zo wil hij er maar niet in. Weer het schot van Van Huffel. Die een van de betere was. Bij HFC. Voorzet moet komen. Hens is het appel. En dan het eindsignaal van de scheidsrechter. En dan pakt Spakenburg toch nog een punt op de Spanjaardslaan. 1-1 bij de Koninklijke HFC tegen Spakenburg. Remco, was die 1-1 terecht? Over de hele wedstrijd genomen wel, denk ik, ja. Jawel, denk het wel. De verhalen gaan dat nu Spakenburg een nieuwe trainer heeft. Dat ze hoge ogen gaan gooien in de tweede helft van het seizoen. Veel punten gaan pakken. Ja, laten we het hopen. Laten we het hopen. Spelersmateriaal zijn er 1 of 2 nieuwe jongens bijgekomen. Dat scheelt natuurlijk wel iets. Dat maakt het ook wat makkelijker. Feit is dat we puntjes moeten gaan halen. Ja, dat klopt, ja. We moeten gaan halen. Je hebt toch een goede selectie nu. Nou ja, dat werd altijd wel gezegd. Dat werd in het begin van het seizoen ook gezegd. Maar het heeft toch bewezen dat het anders gelopen is. We zijn uiteindelijk teruggekomen uit een klein wakje, zeg maar. Nee, we hebben ons aardig gedaan. Een dipje gehad na het vertrek van John weer eventjes. Chris heeft dat goed opgepakt. Ja, nu moeten we die lijn doortrekken. Goed trainingskamp gehad. Ik denk een goede wedstrijd tegen Koninklijke HFC nu. Misschien wat pech met die goal 5 minuten naar rust. Als je dat wat langer vol kan houden, dan wie weet wat eruit komt. Maar zag er nog een paar prima kansen uit. Ja, we hebben zeker kansen gehad. Dus ja, dan die lijn doortrekken. Ja. De mensen verwachten echt wel veel van jullie in de tweede helft. Ja, nou, maar dat lijkt me logisch. Als je bij Spakenburg werkzaam bent of bij Spakenburg voetbal, dan moet je eigenlijk altijd. Dus dat is niet zo heel veel anders. Het moet wel reëel blijven natuurlijk. Oké, okay. Dan was ook nog een interviewtje met de trainer Meijers. En dat beeld hebben we nu van Fox Sport. Vond ik dat we gewoon goed in de discipline speelden. En dat we de angels van de tegenpartij aardig onder controle hadden. En daarom denk ik dat we ook vandaag overeind zijn gebleven. En Koninklijke had wel wat meer de bal. Maar uiteindelijk bleven wij toch gevaarlijk met de tegenstoten. Vooral voor de rust van Vincino Dekker. Maar na de rust ook met Jordi Bitter op de counter. Waar we eigenlijk ook nog 2 hele goede kansen krijgen. Dus ik denk al met al een terechte uitslag. Het was al steeds lastiger om iedereen tevreden te houden dan. Of valt het mee? Dat is altijd. Dat is een hele belangrijke taak voor een trainer. Om speler 12 tot en met 18 gemotiveerd te houden. Maar goed, laat ze maar steeds een moeilijke keuze maken voor de trainers. En daar moet keihard gewerkt worden door de week. En ik vind dat we dat een hele week ook heel goed gedaan hebben in Marbella, maar ook op donderdag op de training. En de groep is nagenoeg fit. Nou, dat zie je vandaag ook in het veld, waarbij we dus gewoon een hele goede bank hebben. En ik zeg zo vaak, de kwaliteit op de bank bepaalt de kwaliteit in het veld. Nou, ik heb een hele goede bank, dus we hebben een kwalitatief op dit moment gewoon een goede selectie. En dan pakken we er denk ik ook een verdienstelijk punt. Ik had dus Arjen Celine willen vragen vandaag wat hij van de nieuwe trainer vindt met de nieuwe kansen. En over zijn goede voornemens voor dit jaar. Want ja, hij is toch een van de bankzitters op dit moment. Nou, op dit moment nog niet. Arjen is niet fit. Nou ja, goed, dus, niet fit, maar
Ook voor Ajax geldt wat net gezegd is door Erik. Die zal zich ook moeten terugknokken, zal zich moeten bewijzen. Waar we voor de winterstop wel in personele problemen zaten, hebben we nu ineens keuzes erover. Dus het is eigenlijk nu strepen wie bij een wedstrijdselectie zit en wie in het tweede mee gaat doen. Dus dat zal ook voor Ajax gaan. En er komen er nog bij, hè? Want Roy Terschegget is ook niet helemaal fit. Nee, Roy Terschegget niet, maar die verwacht ik dan pas aan het eind van het seizoen, denk ik. Oké, dus dat is geen... Misschien dat hij dan nog wat wedstrijden mee kan pakken, dat zou... Maar ja, voordat je terug bent van zo'n zware blessure, dat duurt wel eventjes. Ook IJsselmeervals heeft een brede bank. Ja, bij ons ook nagenoeg iedereen fit. En dus... gaat dat consequenties hebben met de nieuwe trainer, denk je? Ja, dat zal blijken. Ik verwacht niet heel veel veranderingen. Maar goed, ik ben de trainer niet, dus we gaan het meemaken. Als het goed is, speel je zaterdag? Als het goed is wel, ja. Dat was al gezegd dinsdagavond. Ja, dat zei hij. Moest op tijd terug zijn voor de training. Ik wou net zeggen. Maar je hebt wel besloten om afscheid te nemen bij IJsselmeervallers. Goed, de club heeft uiteindelijk gekozen om het gaan door te gaan selecteren. Dus om mijn contract niet te verlengen. Wat jammer is na 6 jaar. Had je dat verwacht? Eerlijk gezegd nee. Nee, ik ook niet. Ik speel denk 6 seizoenen, denk ik bijna alles gespeeld. Ja. En ik zit nu eigenlijk in de kracht bij 27. Dus ik had graag nog zeker een jaartje, 2 jaartjes doorgewild, ja zeker. Maar goed, er zullen toch wel opties komen of zijn? Ja, nou goed, ik ga eerst zelf goed na wat er komt. En dan ga ik eens even nadenken wat ik überhaupt zelf ook wat ik wil. En dan gaan we daarna keuzes maken. Maar je wil wel door met voetballen? Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat is, uiteraard. En liefst zo hoog mogelijk? Ook dat. Ja, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ik ben er vanaf mijn 13e bezig met voetbal. En dat wil je natuurlijk op zo'n mooi mogelijk podium laten zien. Zoekt Spakenburg nog een rechtsback? Nee, we hebben een eigen jongen en we hebben op dit moment Nathaniel Wil lopen, dus dat, daar zijn we niet. Maar hij is ook de jongste niet meer. Dus, nee, dat klopt, dus, dat klopt. Maar we hebben meerdere opties ook nog. Dus. Maar goed, er zal ongetwijfeld wel een kans langskomen. Ben ik niet zo bang voor. Dus ja, aanstaande zaterdag Sparta uit. Toch een hele lastige wedstrijd. Ja, goed voetballende ploeg. Ja. Jonge gasten die... super fit zijn natuurlijk, toch wat meer trainen dan wat wij dat doen. Ja, het zal lastig worden, maar goed, niet onmogelijk. Want ik heb de eerste wedstrijd gezien toen thuis tegen Sparta. Nou, die hebben jullie gewonnen, maar als jullie met de rust ruim achter hadden gestaan, dan was het ook niet... Het was met de welbekende hakken over de sloot. Ja. Toen viel bij ons wel heel veel goed en toen pakten we ook heel veel punten. En goed, zaterdag uit in een kolkende... Kasteel is toch altijd lastig. Voor 200 toeschouwers. Ja, als je geluk hebt. Waarvan driekwart uit Spakenburg. Precies. Nee, wat ik zeg, het is een jonge ploeg. En technisch zijn ze gewoon heel ver. En zijn ze daarop geselecteerd natuurlijk. Dus het is aan ons om daar wat anders tegenover te zetten. Maar volgende week, wat leukere wedstrijd. Ja, ik denk dat het... Volgens mij krijgen we alleen maar leuke wedstrijden nu nog. Dus... We mogen ons best snappen. In ieder geval Go Ahead Eagles. Ja, ja. Volle nou ja, eerst moeten we zaterdag. Nou ja, goed, maar... het is natuurlijk een mooi vooruitzicht dat we nog in de beker zitten. Maar goed, dat geldt net zo goed als de blauwe, denk ik. Die hebben ook een mooie, mooi uitje voor de boeg. En toen ik de loting zag en het doorloot, toen zei ik van halve finale rood tegen blauw of blauw tegen rood. Toen zei iemand van als je daar geld op zet, dan... Als het lukt kan je rijk worden, maar wat denk je van de kansen tegen Go Ahead? Nou, we zijn zeker niet kansloos, maar dat zei ik tegen Den Bosch ook al. Het is gewoon een, natuurlijk zijn ze favoriet, 100%. Maar als wij een goede dag hebben en zij, ik denk dat zij ook met toch wel een beetje angst hier naartoe komen. Want voor hun is het, kunnen ze alleen maar verliezen eigenlijk. Ja. En dat voetbal toch anders dan wij. Dan Spakenburg, zaterdag ASWH. Klopt. Dat is verplicht 3 punten binnenhalen. Dat zou verplicht 3 punten moeten zijn, klopt ja. Dat is toch degradatiekandidaat nummer 1. Dat zegt iedereen, maar het is op zich nog wel een aardig ploegje. En er zijn altijd ploegjes die onderin punten gaan pakken, die gaan stijgen. Ja, laten we hopen dat dat niet ASWH is. Ik kan me herinneren, begin van zo'n eerste wedstrijd, daar zouden we ook even moeten winnen. Daar. Hebben we eigenlijk 90 minuten lang het spel moeten maken. Weinig kansen gecreëerd. Kom je met 1-0 achter, wat je eigenlijk niet moet doen tegen zo'n ploegje. Hebben we met... Hangen en Wurgen nog 1-1 gemaakt, dus ja. Maar daarna voor de beker gewonnen van ze? Ja, klopt. Dat was eigenlijk een makkie thuis, klopt. Ja.
Dus ja, als we ergens in het midden uitkomen, dan komt het goed. En dan volgende week woensdag het... Gaan we naar Ajax, ja. 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 Stunten. Nou, stunten, dat zou mooi zijn, ja. Maar ja, ik denk weinig kans. Nee. We hoorden zaterdag al iemand een weddenschap afsluiten van 5-0. Meer dan 5 voor jou en minder dan 5 voor mij. Maar... Nou, we hebben het natuurlijk eerder meegemaakt. Ik ook uit bij PSV voor bijna een vol stadion. Toen hebben we het heel nog lang op 0-0 kunnen houden. Tot volgens mij ergens halverwege de eerste helft. Kijk, als je heel gauw 1-0 achterkomt, dan weet je, dan moet je blij zijn dat het geen 8-9 of 10-0 wordt. Nou, ik denk ook dat als er met de rust zeg maar 3-4-0 staat, dat ze tweede helft het wel geloven. Ja, dat hebben wij er ook op losgelaten. Stel je voor dat ze met wat jongere jongens komen. Maar ja, als je tegen jong Ajax speelt, word je ook nog aardig zoek gespeeld, denk ik. Ja, ze waren voor de kwaliteit wel, Ajax. Dus ja, normaal gesproken, als je daarheen gaat, weet je dat je kans wil spelen. Ja, dus komt is... je speelt voor een vol stadion en haakt een financieel plaatje aan de show natuurlijk. Ja, de penningmeester is blij. Ja, die heeft een gouden dag. Ja, mooi kan het niet eigenlijk. Ja. Goed, dan hebben we de Toto. Eens even kijken welke we als eerste in beeld gaan krijgen. Dat is de gasten van de vorige keer, Peter Frans Heijnen en André van Diermen. Die hebben maar een deel van hun Toto kunnen verzilveren. Want een aantal wedstrijden die worden in dit komende weekend nog gespeeld. Dus de resultaten daarvan kunnen we pas volgende week meedelen. Dan hebben we... De Toto van vandaag. Of nee, er is nog even de stand van zaken. Daar aan kop Bart Bos en Wouter Beukers. Dan trainer Erik Meijers, Azuti en Jan van Dieren doen het ook goed. Dan zie ik bij de 5 goed of minder, daar staat Hero van Lopik. Die heb ik eerder hier in de uitzending gehad. Ja. Dus Remco, dat moet je verbeteren, want anders verlies je het ouderlijk gezag natuurlijk. Ja, anders krijg ik het thuis om mijn oren, dat klopt, ja. Dat zal wat een en ander opleveren. Dan ja, de Toto die vandaag is ingevuld, daar staat dus nog Arjen Salimi op. Die nemen we maar gewoon mee. Ze hadden beide Spakenburg op winst. Ik heb ook Remco hier, de Toto. Die heeft ook Spakenburg op winst. Ja, dat is een logische zaak. Dan zijn er wat afwijkingen hier en daar. Dus de wedstrijd Jong Sparta IJsselmeervogels. Daar heeft Salimi dus toch de tegenstander de winst voorspeld. En jij uiteraard natuurlijk niet. Hè. Een logische zaak. B.M. Dijk... Zit er ook wat verschil? Ja, voor de rest is het maar hopen hoe het af gaat lopen. Wel opvallend dat je ook Koninklijke HFC op winst hebt gezet tegen Hardenberg. Hardenberg thuis, dus als dat zo loopt... Gelijkspel toch, had ik? Gelijkspel, ja. Nog niet, dan kan je weer inlopen op de koploper. Even kijken wat Remco hier nog heeft ingevuld. HFC op winst tegen GVVV. Dat is toch wel dapper, want GVV thuis is toch een hele lastige ploeg. Ja, maar ik vind HFC gewoon een goede ploeg. Dus. Ja. Dan ook gelijkspel bij HAC tegen HFC. Katwijk, Scheveningen, ja, dat is ook wel min of meer een logisch verhaal. Je dicht IJsselmeervogels een gelijkspel toe. Ja, laat het netjes zeggen, klopt ja. Oké. Dan Noordwijk-Rijnsburg ook. Ja, dat ligt wel in de lijn der verwachtingen. Derby, hè? Ja. En Dijk hoop je ook dat die gaan winnen. Voor dus, Wouter, mijn keepertje. Ja. Dus dat klopt. Die zet ik op winst. Ik hoop ook dat ze het goed doen. Ik gun het ze dat ze wederom teruggaan naar die derde divisie. Ja, ook al zeggen ze soms dat ze er niet klaar voor zijn. Ja, je bent er altijd klaar voor. Dus. Tuurlijk, maar ik denk dat het een club die te groot is voor het biljartlaken en servet, hoe noemen ze dat, toch een beetje... Nou, als ik Menno Veldhuis spreek, die spreekt nog regelmatig. Ja. Volgens mij hebben de zaakjes aardig op orde nu. Dat dus, wel. Jawel. Maar toch, we hebben het over keepers. Ja. Jullie hebben een goede keeper. Ja, klopt. Jullie hebben een hele goede reservekeeper. Klopt ook. Je hebt een goede keeper achter de hand. Hebben we ook, ja. Wouter. Ja. En dan halen jullie... Een nieuwe keeper, Heus. Menno Heus, klopt. Menno Heus. Ja. En Wouter gaat ergens anders zijn heil proberen. Wouter hebben we gezegd. Ik heb, er zit een historie aan vooraf. Ik ken Wouter natuurlijk al heel lang.
Die viel bij Feyenoord buiten de boot. Die wou graag in betaald voetbal blijven hangen. Alleen Wouter had geen contract. Dus die moest voor de overschrijvingstermijn een club hebben, zeg maar. Anders viel die in niets. Dus dat heb ik tegen hem gezegd. Zorg nou dat je overschrijft naar Spakenburg. Kun je altijd bij mij terecht. Dan krijg je van mij alle faciliteiten om mee te trainen. Als er een club komt, kun je altijd je gang gaan. Dus zodoende is dat een beetje gaan lopen. Dat is vorig jaar gaan lopen. Toen hadden we 3 goede keepers, waarbij die eigenlijk heel weinig keepte en in de tweede helft al. Toen kwam in de winterstop Jodan Boys voorbij met het verzoek om Jordi Dekkers te huren. Dat hebben we niet gedaan. Toen zijn die overgegaan op Wouter Beukers. Die heeft dat toen een half jaar gespeeld. En dan heeft hij het goed gedaan. Dan heeft hij het prima gedaan. In het kader daarvan heb ik ook contact gehad met de TC van Eemdijk. Omdat ik wist dat die ook een keeper zochten. Daar hebben we over gesproken. Omdat ik denk dat het beste voor Wouter is op dit moment om gewoon een speelminuut te maken. En zeker op jonge leeftijd. Keeper, ik ben het zelf ook geweest, moet spelen op jeugdige leeftijd. Nou ja, dat is het mooiste. Bank zitten word je absoluut niet. Nee, dat klopt. Maar zeker op jonge leeftijd, als je kan spelen. Kijk, het is gewoon allemaal wat je dat stop je allemaal in je bagage, dat neem je mee. In oogschouw nemen of het allemaal goed genoeg is voor Spakenburg 1 op dit moment. Zijn wij, want daar praat ik open over met Wouter, ja, van mening dat nog niet goed genoeg. Wouter wil het echt, wilde staan als het echt kan. Dus daarvoor speelt hij nu bij Eemdijk. Zelf heeft hij neergelegd dat hij het liefst nog hoger op wil volgend jaar. Dus ik ben benieuwd wat dat toe leidt. Dus maar nog niet, zeg, tot bij Spakenburg van je wordt of tweede keeper. We hebben bewust een keuze genomen om afscheid te nemen van Jordi Dekkers. Omdat ik vind dat hij na 2 jaar op de bank zitten, dat zonde is. Hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Ik vind het echt een fantastische keeper, fantastisch mens. We zijn in gesprek met Leon voor contractverlenging. En in het kader van Jordi dat hij weggaat, hebben wij Menno Heus gehaald. Ik werk het liefst altijd met 2 gelijkwaardige eerste keepers. Dus Menno mag de concurrentie aangaan met Leon. En dan zullen we zien waar dat toe leidt. Ja. Het is wel belangrijk om 2 gelijkwaardige keepers te hebben. Ja, dat heeft het verleden ook wel uitgewezen. Dus ja, vind ik wel. En zeker bij een club als Spakenburg. Moet. Je kan dat risico niet nemen. Er hangen zoveel belangen aan vast. Dus. Oké, dan Jeffrey. Ja, op zoek naar en hopelijk een hele mooie club. Ja, in de tweede divisie. Of, ik hoop het wel, we zullen het zien. Ja, of nog hoger. Nou ja, dat zal wel niet meer komen, maar... maar ja, goed, nee, de tweede divisie is een mooi niveau en de competitie is hartstikke leuk en uitdagend. En je ziet nu dat dit jaar toch heel veel clubs echt gelijkwaardig zijn. Het gaat steeds dichter naar elkaar, ja. Elk jaar weer. Ja, dus het is alleen maar leuk. Oké, nou veel succes met die tocht. Dankjewel. Succes zaterdag en komende week kom ik zeker. Misschien doe ik wel verslag voor de radio. Dat hangt nog even in de lucht. Of het een of het ander. Je bent welkom. dat is nog niet beslist bij de Loos welke verslaggever naar welke wedstrijd gaat. Maar ik zou het ook leuk vinden op mijn cv om een keer in de arena verslag te doen. In ieder geval succes jullie beiden met de komende wedstrijden. Volgende week zit Hans van Tricht hier weer. Dan zijn er gasten uit het volleybal. Dat is weer eens wat anders dan het voetbal. Natuurlijk de wedstrijden van IJsselmeerval, Spakenburg en Eemdijk. Maar in ieder geval de gasten zullen uit het volleybal gaan komen. Dus ik dank u voor het kijken en tot de volgende week.